Thank you.
Dankjewel. Wij zijn ontzettend blij dat we hier kunnen spelen. Na twee weken bij elkaar te zijn geweest en gerepeteerd. Dit met het Large Ensemble. Het was ontzettend leuk om met hun te werken. Het is een heel hybride ensemble. Ze konden zich aanmelden en er melden zich meerdere drummers, meerdere bassisten, meerdere piano's aan. Toen dacht ik, oké, dan doen we een dubbele ritmesectie. Lekkere uitdaging, maar ze maken het behoorlijk waar. Het is dus heel diverse samenstelling en het loopt uiteen van de eerstejaars Musician 3.0. Het grootste deel jazz en pop, maar wel alle jaren. En het loopt tot het masterstudent van de klassieke afdeling. We spelen mijn repertoire, wat ik speelde met Corinne de Brokke, Corinne Grote Brokke van Binsberg PlayStation. En mijn muziek past niet zo heel erg in hokjes, dus ze worden in het diepe gegooid, maar daar hou ik wel van. Zelf ook lekker risico's nemen. En ik hou wel van op de rand lopen, on the edge. En alles open en alles stroomt, daar hou ik ook van. Het blijft in beweging, work in progress, tot op dit moment. En alles beweegt, dus alles stroomt. Alles beweegt is een nummertje wat speelde in 1987 met mijn eerste bandje. Zo heette ook mijn eerste cd'tje, mijn eerste album. Alles beweegt. Thank you.
The son of the man who happens to be the son of the man who happens to be the son of the man who happens to be the son of the man who happens to be the son of the man who happens to be the son of the man who happens to be. Talking, the rabbit suddenly stepped forward. "Shh," he said. "I can hear something." They all listened. They heard a strange clacking sound. It came closer and closer. Suddenly, a figure appeared. It was Queen Boudica. She was holding a sock. Could that be the magic sock? A tiny muffled sound came from within the sock. Queen Boudica opened the sock, peered inside, and said, "Fairy Zora said these things are from the past. And every time something becomes a used to be, it appears in the sock. And every time a new thing appears, there is a brief knocking noise. So that's why those objects are inside the sock. The magic sock." Thank you.
Dat waren twee delen uit The Magic Sock. En ik vond het ontzettend leuk dat die nog eens gespeeld werden. Want het eerste deel is maar één keer uitgevoerd door het Asco Schoenberg Ensemble in 2003. Bij een tribute aan Frank Zappa. En ja, voor de Zappa-kenners onder u, hebben echt wel citaten naar Zappa toegehoord, denk ik zo. We eindigen straks trouwens ook nog met een kleine tribute aan Zappa. Dat heet Zoet Zoet Revisited. Maar dat is pas later. We spelen nu Blues for Penelope. Die is heel anders. En eigenlijk, ik denk dat ik voor iedereen hier kan spreken, dat we het graag opdragen aan alle mensen die op de vlucht zijn. Mensen in oorlogen. Die wachten op hun geliefde of dierbare, dat die weer terug is. Blues for Penelope gaat over wachten en wachten. Maar vooral ook over hoop. A Greek hero from ancient times. Penelope was waiting for her husband to come back home. She had to wait for such a long time, not knowing whether he'd come back at all. There was a war going on. All the while, she could do nothing but wait, wait. Thank you.
Ja. Ja, dat vond ik zelf ook heel erg mooi gespeeld. Dank jullie wel. Wauw. Oké. We spelen nu 3 stukken aan elkaar vast, als het ware. Het laatste van dat blokje heet de trein naar Ulaanbaatar. Daar zat ik ooit op. We weten nooit goed of die trein wel precies gaat rijden. Of, er zijn hier wel eens problemen op het spoor, maar daar... Door de Gobi-woestijn weet je ook niet precies hoe het allemaal zal gaan. Daarvoor zit een prachtig gedicht van Antje Krog. Een aanrader trouwens, een bundel. Het is eigenlijk een smeekbede voor de aarde. Broze aarde heet de bundel. Dit is een heel klein stukje daaruit. Daarvoor, dat hoort, zit aan, dan vast aan tergen. En tergen, dat is eigenlijk alleen maar een klein gegeven, ritmisch... Een beetje een irritant, tergend dingetje. En dat heb ik geschreven ooit bij een verhaal van Toon Tellegen. En dat verhaal heette Tergen. Stond in de trein naar Pavlovsk en Oostvoorne. Maar nu spelen we het. Nu speelt een van de muzikanten zijn verhaal. En we beginnen nu het blokje met 15. En 15, dat is het eerste deeltje van een suite... die ik schreef in opdracht van Cultureel Park... Westerpark in Amsterdam. Daar is nu een app, de Westerpark Walk app. Dus als je ooit in Amsterdam bent, dan kan je die downloaden gewoon op je telefoon. Zet de koptelefoon op en ga. Dan hoor je van allerlei muziek en alles heeft, alle deeltjes hebben een verhaaltje die met het park te maken hebben. Het eerste deel gaat eigenlijk alleen maar over de energie van dat culturele park. Het heet 15 en dat slaat dan op een baslijn van 15 noten. Telt u alle mee? Nou, ik zou het niet doen eigenlijk. Doe maar niet. Ik heb er al moeite genoeg mee om het zelf te tellen. Nee, bij wijze van spreken. 15. Ja. Thank you.
die zich onder het universum uitstrekt. Laat uw bestaan ons heilig worden. Laat ons u zien als een koninkrijk. Laat ons goed voor u zorgen. Voor uw oppervlak, als ook voor uw diepte. U geeft ons elke dag ons dagelijks licht, getemperd water, fotosynthese en brood. Maar onze vervuiling kunt u niet vergeven. Ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen. Leid ons in de verzoeking om u boven alles lief te hebben. U te verlossen van alle etterende ontering. Want u behoort dit punt in het heelal. En zijn kracht, zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht tot in de oneindigheid. Thank you.
Dank jullie wel. Dat was zoet, zoet. En we spelen er nou nog eentje. En ik zag op het klokje... dat we nu 55 minuten hebben gespeeld. Maar volgens mij gaat alles helemaal goed. Maar mocht u nou denken, ik moet naar mijn werk of whatever. Wees niet bevreesd, dat mag allemaal. Precies, en zo is het. Zij denkt niet zo lang lullen. Maar je mag ook opstaan en dansen en zo. We speelden nog eentje en het heet Sean's Birthday. En dank je wel. Ja, dank je wel dat jullie er hier waren. Dank jullie wel dat jullie hier nog zijn. Ja, dank je wel.
ik even een mag ik geluid om te beginnen? Hallo, hallo. Hallo? Ja, daar zijn we. Mag ik even een enorm applaus, bijvoorbeeld voor de drummers Jacco en Harry. Dan voor de bassisten Manda en Pepe. Hier op de eerste rij de fluiten Manuel en Juana. Saxofoons. Machiel, Mathilde en geef er een extra applaus, ze valt eventjes in. Zane en Regulon. De trompetten. Van voor u links naar rechts Jaap, Johan, Pedro en Willem. Er staat iemand daar helemaal achteraan met die fantastische mallet-situatie. Beetje Zappiaanse toestanden. Lucas! En spoken word... Ming! En dan hebben we twee vleugels. En die maakten dat we konden vliegen. Dat is Zosia en Jihei. En ja, gitaar, hè? Noah! En applaus ook voor het geluid, hè, en alle mensen van Tivoli Vredenburg.